Slagroom spuiten, daar heb je niet veel voor nodig. Een slagroomspuit, room en wat lachgaspatronen. Maar die patronen worden steeds vaker voor heel andere dingen gebruikt. Pascal Mioch is anesthesioloog in het Tergooi ziekenhuis Hilversum. In zijn werk werkt hij veel met lachgas. Het lachgas wat we in de ziekenhuizen gebruiken, dat wordt aangeboden in cilinders waarin of 100% lachgas zit. En dat zijn de cilinders die we met name op de operatiekamer gebruiken om het tijdens een narcose aan een patiënt toe te dienen naast andere gasvormige narcosemiddelen. En dat is dus hetzelfde 100% lachgas dat in de kleine cilinders zit die je in de winkel kunt kopen. Als mensen lachgas tot zich willen nemen, dan doen ze het vanuit zo'n cilinder in een ballon. In die ballon zit dan 100% lachgas, geen zuurstof. En dat ademen ze dan in. Daarmee gaat langzaam de concentratie van het lachgas in je lichaam omhoog. En het idee is dat lachgas de prikkelvorming naar de hersenen vermindert. In het begin ga je er echt zo heel erg aan die ballon, dus zo. Zo heel erg hard aan dit inademen en zo. Dan heel langzaam kom je in een bepaalde hele suffe, doffe modus. En je wordt wat licht in je hoofd en je voelt dat je in een soort van no-zone raakt. Al je zintuigen worden geprikkeld, maar niet op een hele felle manier of een hele frisse manier, maar juist op een hele laid-back manier. Gewoon je sensoriek is heel heftig, je voelt de muziek ook heel heftig. Ga je een beetje naar voren en dan ga ik wel lachen. En dan merk je niet helemaal wat er gebeurt. Het voelt een beetje raar allemaal om je heen. Het klopt niet meer echt als de realiteit. Dat duurt heel kort en daarna kom je er langzaam, ga je er weer uit. Het is iets van 1 of 2 minuten. Ik denk dat jongeren lachgas zijn gaan gebruiken vanwege het feit dat het een hele korte werking heeft. Het werkt maar een paar minuten. En het effect van lachgas op je hersenen is dat het de hersenfunctie onderdrukt. Dus mensen raken, afhankelijk van de hoeveelheid die ze inademen, kunnen ze wat duizelig raken. Je kan je bewustzijn verliezen, je kan minder gaan ademen. En ja, ook het hallucinatieve effect, hè, dus het zien van rare dingen, het horen van rare geluiden, dat is juist de reden waarom mensen het gebruiken. Ik denk dat ik het wel vaak na een feestje gebruik. Ik heb het afgelopen jaar eigenlijk niet gebruikt, alleen dit weekend weer wel. Ik gebruik het best vaak, wel een aantal keer in de maand zeker. Ik heb het wel eens wat vaker in de zomervakantie vorig jaar gebruikt op vakantie. Dus vaak wordt er natuurlijk wel geafterd nog naar een feestje en je ziet wel vaak bij het thuisgebruik dat dan de patronen tevoorschijn worden gehaald. Dan tooft iemand de slagroom spuit en de ballonnetjes tevoorschijn. Dat gebeurt vaak. Maar ook wel, er zijn sommige clubs en sommige feestjes waar ze dit ook uitdelen. Het probleem van lachgas is dat je daar behoorlijke hoeveelheden van tot je moet nemen voordat je een effect ziet. Lachgas wil eigenlijk liever niet in je lichaam zitten. Het wil er eigenlijk alleen maar uit. Dus je moet zorgen dat je hele hoge concentraties inademt voordat het pas in je hersenen komt. Ik denk op 1 avond doe ik wel vaak 2 patronen in 1 ballon. En ik denk rond de 10, 15 ballonnen zoiets. Dus 30 patronen. Ik heb wel 3 of zo op 1 avond gedaan. Dan kunnen er wel soms wel 20, 30 patronen doorheen gaan. Met name die urenlange toediening van lachgas kan gewoon echt heel gevaarlijk zijn. Zeker als ze het ook nog eens een keer combineren met andere dingen, bijvoorbeeld alcohol. Bij alcohol zie je toch dat de reactie van je lichaam op bijvoorbeeld zuurstoftekort, die neemt gewoon af als je het combineert met lachgas. En daarmee vergroot je de risico's op het oplopen van zuurstoftekort, met alle mogelijke gevolgen van schade aan je hersenen of andere organen. Ik gebruik altijd op feestjes en op feestjes is eigenlijk altijd alcohol. En je ziet vaak dat het juist versterkt. Omdat het dus vaak aan het einde van zo'n avond gebeurt en mocht jij op die avond al drugs hebben gebruikt, dan is dat in principe onvermijdelijk. Ik denk dat veel gebruik op de lange termijn vooral best wel gevaarlijk kan zijn. Maar ik denk dat het een beetje net zoals met andere drugs is, dat als je het iedere dag zou doen, dat het dan echt schadelijk is. Als jij veel patronen hebt gebruikt, dan kan je wel eens behoorlijke hoofdpijn tussen je ogen krijgen. En dat is wel altijd voor mij een tekentje van, misschien ben ik dan toch een stapje te ver gegaan. Het effect wat je krijgt, komt door iets wat je hersenen aandoet. Dus ik denk dat het wel degelijk schadelijk is. Nou, het is maar lachgas die houding daarover heeft. Dat je dan toch wel weer het realiseert van, nee, wacht eens even, dit is gewoon drugs. Dit is niet gezond voor je. Het lachgas maakt eigenlijk het vitamine B12 wat je in je lichaam hebt inactief. En daarnaast heeft lachgas een effect op de functie van het beenmerg. Het beenmerg zal minder bijvoorbeeld rode bloedcellen produceren of minder witte bloedcellen. En lachgas heeft ook een effect op de productie van zaad- en eicellen.
Dus bij langer gebruik, bij langer chronisch gebruik van lachgas, kan de vruchtbaarheid van iemand ook afnemen. Mensen met een afgesloten oor, bijvoorbeeld bij een ernstige verkoudheid of een middenoorontsteking. Als die mensen lachgas gaan gebruiken, kan de druk in het oor zodanig oplopen dat het trommelvlies bijvoorbeeld scheurt. Met als gevolg blijvende gehoorschade. En mensen die gevoelig zijn voor bijvoorbeeld het optreden van de klaplong, die zouden door het gebruik van grote hoeveelheden lachgas ook een klaplong op kunnen lopen.